Ik weet nog dat ze op zeker moment die flippo's verboden, ja. Omdat mensen staken hun hand in die chips en staken dan een flippo in hun mond. Ja, maar ja, als je in de bioscoop zit... En diegene die zich daarmee bezig hield om dat te verbieden, was Yves Le Terme. Die was toen minister van chips of zo. Ja.